Op dinsdag 10 oktober werd de eerste paal in de grond geslagen voor het christelijk integraal kindcentrum Het Franse Gat. De besturen van kinderopvang Luna, Partimoniumschool en school Joel en wethouder Dylan Lochtenberg sloegen hiervoor ieder een paal de grond in. Het nieuwe gebouw wordt duurzaam, gasloos en circulair gebouwd. Bakstenen van de oude school worden hergebruikt. Christian, wat voor project is dit? Dit is een project maatschappelijk vastgoed. Twee scholen en een dagbesteding. Ja, die komen in één gebouw? Die komen in één gebouw, ja. Zijn het zulke kleine scholen en is die dagbesteding zo klein dat het allemaal in één gebouw past? Het gebouw is wat groter. Het is een tender vanuit de gemeente Utrecht of vanuit de gemeente Veenendaal. Ja. En daarmee is de uitvraag geweest om voor twee scholen en een dagbesteding een gebouw te ontwikkelen. Ja, het is maatschappelijk vastgoed, dus het heeft ook echt een maatschappelijk doel. Ja. Kan je vertellen, hoe gaat het gebouw er een beetje uitzien? Wat komt hier te staan? Het wordt een gebouw van twee bouwlagen met een groot buitenterrein. Dus waar je hier omheen kijkt, dat wordt helemaal zeg maar schoolplein. Waar de kinderen gewoon dus buiten en binnen gebruik van kunnen maken. Ja. Heeft het gebouw ook speciale faciliteiten omdat er twee scholen zitten en een kinderdagverblijf? Niet anders dan andere scholen. Nee, het wordt gewoon een gewone school. Hoe gaat de bouw? Dat hebben we vanochtend gezien. Was er een ceremonie? Wat zagen we precies? De eerste paalceremonie. Dus vandaag is er gestart met heiwerk, met boorpalen. En einde van de week zitten de palen in de grond. En dan wordt er verder gegaan met de fundering. Nou ja, en zo wordt het hele gebouw opgebouwd. Ja, dat heiwerk, dat is toch de meeste overlast voor de mensen die eromheen wonen? Gelukkig niet, want hier wordt er geboord en niet geheid. Dus je hoort niet die klappen op de palen. Oh, dus dat is voor de omwonenden een stuk fijner. Wanneer verwacht je dit project af te zijn? Dus in oktober 24. De naam voor het IKC is nog niet bekend. Op de drie scholen wordt een wedstrijd gehouden voor de leukste naam. Waaraan alle kinderen, ouders en verzorgers aan mee kunnen doen.